up guys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we met Ines. Zoals jullie weten hebben we de vorige keer een video met haar gemaakt over fashion. En zoals we weten hebben jullie heel veel vragen over haar. Dus we dachten, waarom doen we niet een Q&A? Komen jullie meer te weten? En wij stiekem ook. We gaan het hebben over social media. Dat is iets waar iedereen je van kent en iedereen denk ik ook heel veel vragen over heeft. Want hoeveel volgers had je nou ongeveer? Bijna 24.000. Je doet heel veel soorten shoots, heel breed. Heb je nou echt iets dat je denkt van nou dat zou ik echt, daar zou ik meer mee willen doen? Of zeg je van ik wil graag breed blijven? Ik wil sowieso breed blijven. Want voor mij vind ik interessant om van alles een beetje te doen. Ja, precies. Ik zou wel meer kunnen doen, meer fashion gericht, meer echt zo'n high fashion lijkt me leuk een keertje. Oké. Okay. Ja. Had je ook echt een richting dat je zegt van nou dat vind ik echt heel vet in high fashion of bepaalde fotografen toevallig of? Niet dat ik nu kan over nadenken, ik weet het nu niet op dit moment. Moeilijke vraag. Nou ja, sowieso dat is een moeilijke vraag. Maar ja, het lijkt me wel een keertje gewoon een ervaring te hebben met Fashion Week of zo. Ergens iets heel extravagant en zo. Ja, precies. Dat lijkt me wel leuk. Cool, ja. Heel vet. Heb je bepaalde foto's op je Instagram die je zegt van nou, daar ben ik echt heel blij mee, heel trots op, toevallig? Een goeie, hè? Ik heb een paar lievelings. Ik ben sowieso trots met mijn werk, altijd. Ik post nooit zomaar dingen. Elke foto die ik post, ben ik blij mee. Ja, maar goed. Ik denk dat een van mijn lievelingsfoto's is een foto met zo'n cherry blossom boom achter me. Ja. En ik sta zo een beetje sexy aan het doen. Dat is een heel leuke foto. Cool. Ja. Heel vet. Voor degenen die het afvragen hoe het eruit ziet, ik doe hem nou hieronder. Vast een hele leuke foto. Moet wel, want ik heb je Instagram bekeken. Ik heb stiekem helemaal doorgescrollt om alles uit te vissen, zodat we alles ervan weten. Wat me ook opviel is dat ik op je Instagram vrij weinig jongens zie. Heb je een vriend of ben je single? Ik ben single. Ik heb geen vriend. Heb je wel een vriend gehad toevallig? Of is het... Ja, dat heb ik gehad. Is dat kort geleden of valt dat mee? Sinds het uit is? Ja. Ja, hij was altijd een beetje aan uit. Okay. Dus ik kan niet precies schatten sinds wanneer het is, maar het is uit. Dus, okay, okay. En heb je ook een nieuwe liefde op de ogen of zeg je van nee, ik vind het eerst wel goed op dit zo. Moment wil ik meer richten op mijn eigen goals. Op dit moment wil ik veel meer richten op mezelf en op mijn toekomst. Ik ben nog jong, ik heb de tijd voor. Want ik zag, of tenminste je zei dat je 19 was. Ja. Dat vind ik heel jong nog in principe, dus ik vind het wel echt heel tof dat je zo'n Instagram al opgebouwd hebt voor 19, voor iemand van 19. Ik denk dat je daar ook echt wel trots op moet wezen. Dankjewel. Ja, ik ben ook blij mee. Ik ben blij met mijn Instagram, ik ben blij met mijn volgers. Alleen maar mensen die me steunen. Ik weet niet, zonder mijn volgers, ik weet niet of ik zo ver was gekomen. Maar mijn volgers zijn echt gewoon geweldige mensen. Ja, precies. Ze komen er gewoon altijd iets grappigs of... Ik heb altijd gewoon met sommige volgers ook een persoonlijke band gewoon, want we praten gewoon, we DM'en. Ik ken die mensen niet per se, maar ze zijn gewoon zo open tegen mensen. Ze durven gewoon te praten. Ik zag ook heel veel reacties en ook mensen die het voor elkaar opnemen als ze iets negatiefs over je zeggen. Ja. Dat is wel leuk om te zien, want dat is, en het is bij heel veel YouTube. Grappig, hè? Ja, het is gewoon leuk. Een soort van familie, maar dan een soort van social familie. Ik voel me gewoon alsof ik een grote groep van broers en zussen heb. Precies. En ik weet voor iedereen een beetje iets. Ik weet gewoon voor de persoonlijke leven van een volger van mij. En ik ken die mensen niet eens in het echt, maar... En ze delen met mij, ze durven met mij te delen. En ik vind dat heel prettig dat ze zo gemakkelijk voelen met mij om te delen gewoon dingen. Ja, heel vet, heel vet. We hebben ook een lijstje met dilemma-vragen gemaakt. Oké. Dus die ga ik er nou voorbij pakken. Nou, kom maar. Er zijn niet heel veel, maar het zijn wel leuke, of vinden we het zelf? Even kijken. Hebben we Netflix of eten? Eten. Eten. Of eten tijdens Netflix. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan ook. Even kijken, zomer of winter? Zomer, 100%. Zomer. Ja. Nee, en je hebt niks met de winter? Nou ja, ik heb wel iets met de winter, maar ik word een beetje depressief van. Ik hoop van bikini, buiten, dat kun je wel zien op mijn Instagram. Ja, ik ben zomersmens. Ja, nee, ik ook hoor. Precies hetzelfde. Dag of nacht? Nacht. Toch nacht? Ja, ik krijg mijn creatieve momenten in de nacht. Ah, ik begin te denken gewoon in de avond. En ik heb altijd van die gevoel, ik lig net in bed. Oh, idee. Ja, als je gaat slapen, schrijf, dat is het moment van creëren. Rust. Dat is echt het moment van rust waar je alles er weer bij gaat halen. Ja. En dat je dan op goede dingen komt. Precies, ik heb precies hetzelfde.
Gierig of delen? Delen. Ja. Door delen kun je ook terugvoer krijgen. Absoluut, 100%. En ik denk dat het qua dus dan, ophouden van Instagram ook wel echt nodig is. Heb je niks kwijt eigenlijk? Nee. Geld of vrienden? Vrienden. Ja? Want vrienden brengen een netwerk. Een netwerk kun je geld brengen. Hey, heel ver goed gedacht. Kinky of braaf? Kinky. Ja, toch wel? Ja. En ik antwoord dit voor de tweede keer. Ik heb dat ooit in een online show, was ik gevraagd dit. En ik zei weer kinky en mensen waren, oh echt? Oh echt? Ja mensen, echt. Mannen of vrouwen? Qua wat? Qua alles. Mag je zelf wat aangeven? Mannen. En waarom? Ik ga even vertellen. Ik wil niet dat ik krijg haat of hiervoor of zo. Nee, dat sowieso niet. Maar ik denk, mannen zijn veel meer doelgericht vaak. Ja, precies. En helaas, ik wil niet dat het zo is misschien altijd, maar helaas, veel dingen in de geschiedenis zijn begonnen met mannen. Dus ik denk, mannen zijn meer, ze kunnen meer geschiedenis beginnen dan vrouwen. Ik zeg dat niet, dat vrouwen ook niet kunnen. Er zijn echt vrouwen die gewoon sterk zijn en ook veel ja, absoluut. Dat, ja, zeker. Maar ja, het is, ik weet het niet, het ligt eraan. Ik denk dat het heel persoonlijk is. Het ligt eraan je persoonlijkheid. Ja, dat want denk ik ken ook mannen die gewoon geen doelen hebben. Dat is ook zo. Ja, die heb je ook. Ja, dus, maar zou je bijvoorbeeld op relatievlak zou je kunnen beginnen met een vrouw? Of zeg van, nee, ik ben wel echt... Ik denk dat ik best wel straight ben, dus denk het niet. Ik heb wel gewoon voor de grap gelogen in een club samen met een vriendin. Oh, dat is mijn vriendin. Ja, die ook heel heb vaak. Heb een probleemvriend, maar dat is altijd in een reddingsnoodgeval. Ja, dat is een redding. Ja, maar ja. Dat is wel een goede redding, want het werkt altijd wel. Is wel grappig altijd. Ja, is wel altijd grappig. Ja, dan zie je ze kijken en denk je, denk ze, huh? Maar hoe kan dat dan? Ik zeg, ja. Ja, vet. Dat waren de dilemma-vragen. Ik heb nog wel één vraag en dat is, hoe zie jij jezelf over 5 jaar? Zo, ik zie mezelf waarschijnlijk ergens in het buitenland. Veel druk zijn met werk, want ik hou van werk. En ja, werk is altijd goed, hè? En ik zie mezelf op pad naar mijn altijd gewilde toekomst, zeg maar. Op pad een beetje naar mijn eigen doelen bereiken. Hopelijk dat ik heb een paar van mijn doelen al bereikt in de tijd van 5 jaar. En wat zijn je doelen als ik me vraag me af? Of heb je die nog niet echt heel erg? Jawel. Ik wil zeg maar wat meer bekender worden in mijn vak, zeg maar, als eerst. En ik wil gewoon misschien eigen huis hebben ergens. Maar zeg maar zodat ik gewoon veilig weet dat ik heb mijn eigen plek gewoon. Ja, en dat had je dan wel liever in het buitenland gehad, als ik het van je begrijp. Dat denk ik wel. Ik ben nog steeds op zoek eigenlijk naar waar ik me echt thuis voel. Ik wil het echt, misschien is het Nederland, ik weet het niet. Misschien is het ergens anders. Ik wil nog dat nog vinden. Ik weet het nog niet. En heb je een bepaalde land dat je echt zegt, nou dat vind ik echt heel vet om... Ja, ik vind Spanje echt leuk. Ja, ik vind waarom? Italië, Spanje. Ik vind altijd dat soort culturen heel leuk, zeg maar. Ja, absoluut. En het weer is beter. En het weer is beter. Dat vind ik echt het meest negatieve. Het spreekt me veel aan, zeg maar. Het weer daar spreekt me veel aan. Ja. Maar ook het eten. Echt lekker eten. Ja, dat zeker. Ja, absoluut. 100%. Nee, maar het weer is hier... Dat vind ik en dat hoor ik heel veel van mensen dat van Nederland. Is dat gewoon het weer is het meest negatieve eigenlijk van Nederland. Ik denk dat eigenlijk Nederland, als het echt een goede weer gaat, dan niemand wel vertrekken. Nee, absoluut denk niet. Ik echt nee, wel. Absoluut. Zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad. Ja, ik vond het echt leuk. Mooi, ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad om te kijken. En als er vragen zijn die we niet gesteld hebben, maar nog wel graag wil weten, laat ze weten onder in de reactie. En dan gaan we je gewoon helemaal vol spammen met allemaal nieuwe berichten. En dan moet je dat nog beantwoorden. Nee, grapje hoor. Maar komt helemaal goed. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei allemaal. Ciao.